Jouw vader Hans, die sloeg op een gegeven moment een beetje andere richting in. Die raakte dan onbemind in de jazzkringen. Ja. Is dat iets waar jij ook mee te maken hebt gehad? Dat mensen zeggen van ja, ze kan lekker spelen, maar het is geen jazz. Ja, natuurlijk, want ik was daar de dochter van. En ik ben nog fanatieker dan hij geweest. En ik was natuurlijk zo beledigd tot op het bot. Dat mensen je om een echte muzikale keuze vanuit je hart. Gewoon Miles Davis zien spelen in het Concertgebouw met Mike Stern en Marcus Miller. En dat zien, dat had mijn vader meegemaakt. En nogal andere dingen. Ook Sonny Rollins speelde ook met een elektrische bas. Dat zien en denken van ja, dat is ook eigenlijk de toekomst. Het vermengen van al dit prachtige en die wijsheid uit de jazz met die kracht en die power en die brutaalheid van popmuziek. En hè, die soul die daarin komt. En waarom niet? En dan, toen ging hij spelen met Powerplay, wat echt een heel vakkundige, prachtige een poptrio was. En dat mocht er niet. En echt te kleinzielig voor woorden. Maar ik was daar de dochter van. En ik zag mijn vader ja, daartegen vechten en gekrenkt zijn ook. En in de steek gelaten worden door vrienden. En mijn vader was mijn held natuurlijk. Dus mijn vader is er heel snel overheen gekomen. Ik ben nog wel boos om geweest dat hij hier weer in het Mimhuis ging spelen na een aantal jaar. Weet je, en ik zet hier geen voet en mijn vader wel. Maar je herkent die mechanismes dus wel, dat je eventueel uitgestoten wordt als je een andere kant op ja, gaat. Ja, maar dat ben ik ook daarna, want ik heb toch daarna is Leo Kuipers echt niet meer naar me toegekomen. En Han wel, en dat is heel lief. Ik heb nog zo'n hele mooie brief, die koester ik ook van Han, met allemaal tekeningen nog erbij. Han ben ik van, ik luister nu naar je op de radio en wauw, mooi thriller daar en wauw, wat je allemaal doet. Weet je, dat was voor mij natuurlijk wel een soort, ja, thuiskomen. Ja, trok je er iets van aan dat die jazz... Ja, tuurlijk, nu nog. Kan je nog een moment herinneren waarop je voor het eerst zelf een sax in je mond nam? Ja, dat weet ik nog wel, maar het begon eigenlijk eerder met... Ik mocht eerst op de tamboerijn spelen. Mijn vader zag niet echt... Ik werd niet weggehouden van het podium. Dus als ik zin had om daarop te klimmen... Ik was wel heel verlegen, maar hij nodigde me af en toe soms uit. Dan hield ik de broek vast van de drie achtergrondzangeressen die hij toen had. Peggy Larson en... van Spargo, Lillian Day Jackson en Mildred Douglas. Dat was te gek. Hij speelde toen vaak samen met Solat. En er waren van die lieve, mooie, prachtige meiden. En daar stond ik dan gewoon maar naast. En dan speelde ik tamboerijn. En later heb ik nog een drumsetje gehad via Martin van Duinhoven volgens mij. Maar dat heb ik maar één weekend gehad. Toen werd het stiekem weer weggehaald. Dat was waarschijnlijk te veel lawaai. En zo, weet je wel, dus ik was al op het podium voordat ik überhaupt die saxofoon had geprobeerd. En ik geloof dat ik eindelijk eens zelf, toen ik een jaar vijf was, gevraagd heb aan mijn vader. Hij had een oud biljart van mijn opa. En daar lagen al die, want Hans heeft 100.000 saxofoons in allerlei vormen. En toen zei ik, mag ik dat ook een keer proberen, pap? En toen zei hij, ja, tuurlijk. En toen gaf hij me een sopraan in mijn handen. En toen, ja, moet ik zeggen... Ik denk dat dat wel meteen de indruk op mij heeft gemaakt... dat op het moment dat ik ging spelen... had ik natuurlijk even de volle aandacht van mijn vader. En mijn vader was sowieso een hele leuke, lieve vader. Ik leid ook aan een gelukkige jeugd. Maar hij was wel vaak weg, want hij speelde natuurlijk veel. En hij was ook op de Riva dan. Overdag verkocht hij Opels. Dus er was wel een, weet je, het was wel een soort van, oh, leuk, maar oh, daar gaat hij weer, weet je. Dus op het moment dat je dan de aandacht van je vader hebt op zondagmiddag, is dat natuurlijk geweldig. En dus dat was een mooi momentje. Maar ik weet ook alweer dat we al, twee dagen later hadden we al ruzie over wat een G was en een A. En, want ik ben heel eigenwijs opgevoed door hem. En toen zei hij ook van, weet je wat, ga jij maar naar de harmonie of zo, naar zo'n fanfareorkest. Zo had hij het ook ooit geleerd. En dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik naar de harmonie van Zuiderwoude gegaan. Een dorpje net naast ons broek in Waadland. Jeugd doet leven. Jeugd doet leven. En daar is alles begonnen. Maar je bent 12 en dan kom je bij Rosa King terecht. Ja. En dat was ook, ja, dat was ook weer geweldig. Want zij had me natuurlijk al een beetje gadegeslagen. En was natuurlijk de liefste vrouw ter wereld. Waanzinnige vrouw, Amerikaanse saxofoniste, naar Nederland gekomen via een cruiseboot. Want vroeger was een soort burlesque artiesten. Ik heb nog hele mooie foto's van de familie gekregen. En dan staat ze met van die kwastjes op de borst en bananenrokjes. Een soort Josephine Baker, maar dan met saxofoon en gitaar speelde ze toen ook nog. En blues natuurlijk. Ja, en die exotische, prachtige vrouw, die is in Nederland gebleven. En daar hebben wij in heel, de hele scene heeft daarvan geprofiteerd. En ik ook, want ze was al meteen een lieve vriendin van Hans en Inge, mijn ouders. En op een gegeven moment zei ze, waarom doet Candy niet een keer mee? En toen op een gegeven moment, zij speelde ook vaak in de kroeg. En daar kwam ik natuurlijk ook al vaak met mijn vader vanwege ja, al die dingen die er deed. Dinsdagavond de super sessions. En zondag speelde Rosa dan altijd, gingen we altijd kijken. Dan mocht ik ook meedoen. En op een gegeven moment kreeg zij een optreden op het Noordzee.
En ik was 12 en ik stond er natuurlijk allemaal niet zo bij stil. Maar dat was natuurlijk voor haar in de tuinzaal van het Noordzee, een hele grote zaal, tent. Dat was voor haar natuurlijk een heel belangrijk optreden. En dat pakt ze ook flink uit. Had ze 2 drummers en haar eigen band, Upside Down. En had ze ook nog een hele blaassectie met vrouwen. En ik mocht er ook bij. En ik weet nog heel goed dat we in de kroeg aan het repeteren waren. En dat die band om haar heen stond. En die zeiden allemaal, Rosa, wat doe je nou? Weet je, dan heb je eindelijk zo'n mooie gig en laat je 12-jarig kind meespelen. Doe dat nou maar niet. En toen zei ze zoiets als baby, want ze noemde mij altijd baby. Baby is gonna fucking play, want ze vloekt altijd als een bootwerker. En ik vond dat allemaal heel normaal. En ik dacht, ja, dat doet een moederachtige vrouw. En achteraf denk ik, ja, jezus, wat een risico nam zij. Dat had ze er helemaal niet bij hoeven hebben. Maar ze nam me mee en ik las best wel aardig. En ik ken die partijen echt wel. Tenminste, denk ik nu, hè, hoop ik. En ik werd opgenomen in die blaassectie. Saskia LaRose zat er natuurlijk bij. En dat was geweldig. Je luisterde ook wel naar jazz thuis, hè, in die tijd? Ja, natuurlijk. Alles. We draaiden sowieso alles. Maar heel veel jazz had ik natuurlijk al gehoord in de eerste jaren. Maar het leuke was dat mijn vader gewoon... Weet je, er waren geen limieten. We luisterden naar van speed metal tot soul, weet je, madness en ska en dat soort muziek. Was natuurlijk voor mij heel leuk, want het was op dat moment in op school. En dan kwam mijn vader weer, ja, maar dan moet je dit horen. De Scatterlights van 20 jaar terug. En dan hoorde ik ook wat de oorsprong was. Maar mijn vader vond het ook net zo leuk om met mij naar de Melkweg, naar Madness te gaan kijken, weet je. Daar heb ik zo'n geluk aan gehad. Dat op het moment dat jazz een beetje nerdy werd in Nederland en mensen een beetje bleven hangen en het niet meer hip was. Wel heel goed en mooi en geweldig, maar dat het niet meer door de hippe in-crowd gespeeld werd, maar dat de mensen eigenlijk een beetje, eindelijk hadden ze zich iets eigen gemaakt en bleven daar een beetje in hangen met wijenpijpen en baarden en pijpen roken. Ja, toen was ik natuurlijk jong en had ik daar makkelijk van af kunnen keren. Maar doordat mijn ouders en nog wel een groepje om hun heen wel zo hip en open bleven, dat ze ook popmuziek erin gingen integreren, was dat voor mij gelukkig de manier waarop ik die muziek heb kunnen vasthouden en het altijd de basis is geweest. Maar dat was wel belangrijk, want op een gegeven moment als je dan jazz zei, dan deden mensen, ach, of dan, weet je wel, dat was niet meer hip. Maar de Parkers en de Rollins en de Archie Shepps, die heb je wel degelijk beluisterd allemaal. Ja, natuurlijk, maar dat ben ik en dat zit in mij. En dat is gewoon, alleen wat ik wel, ik heb het te goed beluisterd. Dus ik heb heel lang het idee ook gehad, zeker met mijn zelfstudieloopbaan, waarbij ik dus donders goed wist dat ik heel veel dingen niet kon. Ik heb altijd juist heel veel respect gehad voor al dat soort muziek. Dus voor mij, om op 14-jarige leeftijd ergens All of Me of Opry Vave te gaan staan spelen en het niet goed te kunnen, dat was een soort godslastering voor mij. Dus dat ging ik dan maar niet doen. Dus ik ben altijd gaan zoeken naar wat ik wel goed kon. En de blues zit heel erg in mij, ook al als jong kind. En daar was ik veel beter in. Dus ik ben eerst de blues gaan spelen in alle toonsoorten. Ik moest alles zelf leren. Het sloeg enorm aan, omdat ik natuurlijk ook waanzinnige muzikant had. En die gekke combinatie van zo'n heel jong meisje die een beetje half stoer, half super verlegen daar staat. En met die grote gekleurde bende om zich heen. En die jonge jongen die zo... Want Ulko, ik speelde echt wel amateuristisch. Wel met talent, maar oké. Maar Ulko speelde gewoon fenomenaal goed. Die speelde gewoon ja, blues solos, Hendrix solos. Speelde jij akkoorden toen wel ook? Ja, alleen die muziek was wel vrij één akkoord. Maar ja, aan de andere kant moest je wel van één akkoordmuziek in een jam een heel nummer maken. En dat konden weer ook weer weinig mensen. En dat werd mijn, en het is nog steeds mijn forte van een simpel nummer iets heel ingewikkelds maken. We'll be right back.
hield niet van vibrato op alt en het gejengel erop, weet je, het moest stoer zijn. Dus en toen zei eigenlijk Jan Kees Tans een keer tegen me, die zei, ah joh, je speelt dus, altist, dit is erg, want ik weet al geen naam. Niet Big Jay McNeely, maar die andere, die eigenlijk ook zo scheurend alt speelde, een beetje uit de rhythm and blues, daar kom ik wel weer op. Toen zei hij, jij bent net hem, je kan net zo goed op die alt blijven spelen, want je speelt toch als een tenor. En dat was zo'n last die er van mijn schouders. Ik weet nog precies waar hij dat zei. In de kroeg, achter de bar, stond ik op een tosti te wachten. En dat was zo'n last, want ik was fan van Jan Kees en zo'n lieve man ook. En dat hij dat zei, dat gaf me een heel probleem minder. Want ik was altijd maar ja, maar dit. En toen begon ik ook naar altisten te luisteren. Dat was eerst Maceo Parker. Want die had natuurlijk ook zo'n dik vet geluid, of dat heeft hij nog steeds. En speelde ook niet als een mietje, vond ik. Ja, sorry, mag je niet zeggen. Maar ik bedoel, als een vrouw dan of zo, weet je wel. En toen durfde ik eens naar David Sanborn te luisteren. Want dat vond ik al zeer op het randje. Weet je, zoveel noten, zo melodisch en zo lyrisch. En de schrik zat er goed in door Kenny G. Dus die kant wilde ik echt niet op. Maar ja, toen heb ik... En dat vond ik eerst niks, David Sanborn. Maar toen zag ik hem live met Harm Bullock en Max Miller... En met zo'n energie en zo'n beheersing en zo te gek en met zoveel humor. Toen was ik verkocht en toen ging ik daar, toen was ik 13 en toen ging ik daar heel veel naar luisteren. En met Ulke ontleden ik die platen. En dat is ook echt de echte kennis die ik heb, de basis waarop ik alles doe. Dat we, ja, dan zaten we hele avonden of We Want Miles te spellen of Straight to the Heart van David Sanborn. En, maar was die Sanborn niet ontmoedigend goed eigenlijk? Ja, ook wel, maar toch... had die meer dan Charlie Parker nog iets wat ik dacht van... nou, misschien kan ik dat dan nog wel, weet je. En dat was ook zo dichter bij de popmuziek waar ik naar aan het luisteren was. Dat was gewoon toegankelijker. En ik studeerde ook Charlie Parker. Maar ik wist gewoon van, ja, ik ken die hele solo nu uit mijn hoofd. Maar als ik morgen met Harry Emery of met Han Bennick... die drie keer zo snel OPV of Naast de Time moet gaan spelen... of Confirmation, dan weet ik dat ik bij de echte solo... moet ik toch iets anders gaan spelen. En dan vlieg ik natuurlijk uit de bocht. En bij dit had ik nog wel het gevoel van... nou ja, dan kan ik die eerste maat een beetje zoals Sanborn spelen... en de rest, dat vogel ik er wel een beetje bij. Dat was gewoon... ik was te intelligent en te slim om zo dom in de... weet je, heel veel kinderen die vallen in de jazz... en die spelen dan eerst afschuwelijke solo's met noten die niet kunnen. Maar ik had een te goed gehoor. Dus ik kon dat de jazz niet aandoen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik wel die kant op. Je moet je omringen met betere muzikanten, want dan word je opgetild en dan zie je en hoor je hoe het moet. En wat ik wel had en nog steeds heb, is hele goede oren. Dus ik kon onmiddellijk naspelen. Ik heb geen absoluut gehoor, maar ik heb wel heel goed gehoord. Dus ik kon meteen inspringen en ik was wel op een bepaalde manier toch vergroeid met dat instrument. Je bent 19. 1988, kom je Dave Stewart tegen van de Eurythmics? Ja, ik geloof nog jonger. Het was allemaal in één jaar. Op een gegeven moment was ik natuurlijk zoveel aan het spelen. En toen werd Mojo attent gemaakt op mij op een of andere manier. Leon en Raarmakers. En die heeft mij toen ik 17 was, gevraagd voor het voorprogramma van Madonna. En dat was natuurlijk een soort... en dat wilde ik eerst ook weer niet. Want dan was ik toch wel... dacht ik, ja, wat moeten al die mensen... ik speel jazz en dat vinden ze helemaal niet leuk. Ik speel een soort fusion. Maar ja, ook toch weer van, nou, ik doe het maar wel. En toen hebben we het gedaan, was het een heel groot succes. En een leuk kijkje van hoe dat dan is voor 50.000 gillende mensen staan. Maar ik speelde wel met Kim Wemhoff, een soort fusion drummer. Mark van der Geer, heel goede fusion toetsenist. En Ulko had ik dan bij me. En Sue Chaloner had ik erbij gevraagd, want daar speelde ik ook ondertussen. Dat was een beroemde zangeres, soulzangeres, die ook in Nederland was neergestreken met Spooky en Sue. En daar leerde ik ook heel van als bandleidster, heel veel van bandleidster. En ik had haar daar maar meegenomen, ik dacht, dat spelen we. En toen hebben we ook een rare mengeling gedaan van Straight to the Heart van David Sanborn. En een nummer van Mother's Finest en een soort eigen liedje. En maar ja, daar toch op een of andere manier vonden de mensen het wel indrukwekkend. En had ik toch applaus. En waren ze ook niet boos dat ik in die tijd van Madonna stond te spelen. En Madonna zag ons nog even en die kwam zo doen. Dus het was allemaal heel leuk. En vanuit die ervaring werd ik gevraagd voor Prince. Maar net daarvoor werd ik via... ik had toen een oudere vriend, Tom Hofman, was ik verliefd op. En hij op mij. Daar heb ik een relatie mee gehad een aantal jaar. Ik was heel jong, hè? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik was 16 of 17 en hij was veel ouder. Maar ik was een beetje wijs voor mijn leeftijd. En hij was enorm geraakt door mij en mijn muziek en vond me lief.
En hij heeft heel veel goeds voor me gedaan. Want hij wakkerde eigenlijk een beetje de ambitie in mij aan. Hij zag in mij wel de tweestrijd dat ik eigenlijk heel verlegen was. En ook heel vaak kansen aan me voorbij liet gaan. Ik wilde alleen maar met die band spelen en mijn eigen dingetje doen. En hij heeft me toen bijna gedwongen om een cassettebandje van een optreden aan Ben Verbong te geven. En dat was weer de regisseur van een film, De Cachère. En die had net toevallig Dave Stewart gevraagd voor de soundtrack. En Tom zag, die had zoiets in zich van, zij moet met Dave Stewart in contact komen. Tom was altijd wel heel erg ambitieus en bezig met beroemd worden en connecties. En ik vond het allemaal maar eng. En die heeft toen net zo lang gedramd tot ik dat bandje onder het protest afgang. Dat heeft toen aan Dave Stewart gegeven. Dave Stewart zei meteen, wauw, zij kan goed spelen. En die wist niet eens hoe ik eruit zag. Die zei, laat haar maar komen. En toen mocht ik ergens halverwege in die sessie meespelen met hem. Met een soort soundtrack. En die was best wel jazzy, ook met een contrabasbassist, een goede muzikant. Was dat in Los Angeles al? Nee, dat was in Engeland, in de Red Bus Studios. En dat heb ik toen goed eraf gebracht, want improviseren kon ik wel natuurlijk. We keken gewoon naar de scènes op het scherm. Geen toonsoort afgesproken, echt vrije jazz was dat. En toen was dat allemaal te gek. En toen zou ik eigenlijk naar huis gaan en zei, wacht even, ik heb nog één ideetje, kom even terug. En toen speelde die tadaa, tadaa, en nou jij. En ik tadoedadoe. En hij een variatie en ik speelde weer een andere variatie. Nou, dat hebben we heel snel opgenomen. Nooit meer iets van gehoord, die hele soundtrack niet meer. Thuis. En toen zei ze, leuk hè, belde mensen me allemaal op. Te gek. Toen zei ik, waar heb je het over? Toen zei ze, ja, die single van jou. Ik zeg, ik heb hem gesingel. En jawel, met Dave Stewart. Ik zeg, oh, ik wist van niks. En toen stond hij al, binnen 2 weken was hij al in de top 10. En toen werd het 1 overal. Dus toen had ik een soort van een jaar. En toen werd ik ook nog door Pink Floyd gevraagd om een keer mee te doen. En door Van Morrison. En dat was allemaal hearsay, mensen die dat hoorden. Dus ja. Idioot en geweldig. Maar het was ook heel eng voor mij. Want in mijn hoofd had ik natuurlijk altijd van, ja, maar ik ben nog niet Charlie Parker. Je was 20. Ja, 20. Ik werd heel erg van in de war. Dus ik, aan de ene kant genoot ik er wel van, maar ik raakte er ook helemaal van in een soort spagaat. Want ik stond steeds, mijn hele gevoel was, ho, ho, ho. Ik stond steeds overal zo op de rem, weet je. Het was helemaal niet de bedoeling. De bedoeling was eerst heel erg goed worden, alles kunnen, elke toonsoort, alle solos, giant steps kunnen spelen. En dan naar voren komen en dat was niet zo. When I need trombone, my dog is handy. But when I want sex, I call candy, 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 candy. Nou, die was wel verliefd op me, maar die heeft nooit avances gemaakt. Wat zei hij ook weer? When I want sex, I call Candy? Ja, en die speelde daarmee, maar dat deed hij altijd, weet je. Hij heeft me ook een beetje uit mijn schulp getrokken, maar dat was heel moeilijk, hoor. Want hij wou allemaal dingen dat ik die deed en ik moest heel stoer zijn. En dan zag hij ook wel, ik was ook hopeloos. Want ik was wel stoer, maar op een andere manier. Ik was stoer van in, nee, ik ga niet op hoge hakken. Ik ga met die cowboylaars die ik altijd aan had en die gescheurde Levi's. En dat jasje van mijn vader, wat nog een beetje naar zweet stonk van mijn vader. En een veiligheidsspeld in mijn oor. Ga ik dat spelen en ik doe het zo. En dat, ja, weet je, hij probeerde mij meteen op dieet te zetten. Want ik was een heerlijk mollig, prachtig kind. En me in de gym te laten. En, maar kon je voldoen aan al die hoge verwachtingen van die mannen? Nou, ik deed het gewoon niet. Ging je nooit op je smoel? Ja, nou ja, vaak natuurlijk ook wel. Maar ze waren allemaal zo lief dat ze eigenlijk, dat vonden ze nog interessanter. Ze sprint wel mij best wel omvormen. Maar toen ik dat niet deed en nee zei tegen bepaalde dingen, was ik ook forever interessant. En daardoor heb ik ook, en ook op andere vlakken, dat ging niet allemaal alleen om dat omvormen naar zijn, wat hij graag wilde. Het ging ook over andere dingen, weet je. Uiteindelijk ben ik degene geweest die het langst met hem kon sparren en stoer en brutaal tegen hem kon zijn en nooit eruit gekikt is. En al die andere meisjes en vrouwen zijn wel eens aan de kant gezet. Want die had hij op een gegeven moment en mij heeft hij nooit gehad. CD die sloeg in als een bom. Ja, toch. Terwijl het natuurlijk een recept voor een ramp was. Want ik ging met Ulko hele erge fusion-achtige muziek maken. In Nederland stond Lily Was Here er niet eens op. Want die was al uitgebracht op een LP. In Amerika's kwam hij er dan bij. Met heel veel protest van mij.
En ik paste ook totaal niet bij de rest van de muziek. Maar heb je een verklaring voor het succes? Omdat het gewoon anders was en nieuw en eigenwijs en met hart gemaakt. On-Nederlands? Ja, on-Nederlands. En in Nederland kenden ze me al een beetje. En was dit dan eindelijk, konden ze een plaat van me kopen. En weet je, als jij een single hebt, dan kopen 75% van die mensen kopen blind de volgende single. Zeker in die tijd. En in Amerika had ik weer het geluk dat Lily er nog wel bij kon. Dus die trok die hele plaat mee. Maar ja, toen kwam ook een heel publiek van mensen die dachten, shit, weet je wel. Een saxofoniste die niet probeert de geëikte paden te betreden, niet liftmuziek maakt. Een tijdje ben ik nog wel op die hoop gegooid. Want door onwetende mensen die denken, oh, saxofoon, instrumentale muziek, dat is liftmuziek. Dat is hetzelfde als Kenny G. En dat is weer, weet je wel, waar ik dan weer tegen moest vechten, dan kwam er weer zo'n hokje waar je in zat. Of er werd gezegd, nou, ze ziet er hartstikke leuk uit, maar kan ze nou eigenlijk... Ja, dat werd ook nog wel goed. Maar eigenlijk was dat het minste probleem waar ik mee te maken heb, hoor. Want ja, weet je, saxofoon is ook niet iets wat je kan verbloemen. Je moet wel een beetje kunnen spelen. Kijk, ik was geen Coltrane, maar mensen zagen al heel snel van, oh ja, maar de toon is wel... Oh ja, maar ze speelt wel met hele goede... Oh ja, maar ze speelt wel een bepaalde eigen muziek. Ze doet het wel allemaal zelf, weet je. Toen wel een beetje het idee dat je gevormd was als saxofoniste, dat je het kon. Dat nee, genre. Toen nog niet. Het idee heb ik nog steeds niet. En misschien de laatste 10 jaar kan ik pas echt, omdat ik op een gegeven moment, weet je, vroeger kon ik durfde niet naar mezelf terug te luisteren. Hadden we weer bandjes van een live optreden. En dat werd ook nog gevoed doordat Ulko precies zo is. Die is ook zo vreselijk perfectionist op zichzelf, weet je. Wij luisterden nooit weer terug en we dachten altijd dat het slecht was. En nu, de laatste 10 jaar, zit ik soms met plezier mijn eigen YouTube's te googlen. En dan denk ik soms wel, heb ik heel slecht gespeeld. En dan hoor ik terug en denk ik, nee, de lat ligt best wel hoog, hoor. Weet je, het is best wel goed en het is wel met gevoel. En dat is ook wat een heleboel waanzinnig goede muzikanten dan tegen mij zeggen. Die komen er tegen en dan zeg ik nog steeds, nee, dat was weer niet goed. En dan zeggen ze van, ja, nee, hou op nou eens een keer je hart. Ik hoor je hart, weet je. En dat is ook wat mijn sterkste punt. Ik kan... Geniet er nou eens van, willen ze zeggen. Ja, ook. Maar het is ook dat ik kan me zo inleven in muziek, dat ik speel dan misschien niet de meest avontuurlijke noten, maar ik ben daar 100%. Als ik met Olita Adams Get Here sta spelen, dan weet je, dan ik heb haar 1 keer aan het huilen gemaakt met wat ik speelde op haar nummer. Nou, weet je, dat is... Ja, dat kan ik. Dus dat, ik zie ook wel mijn sterke kanten. En ondertussen leer ik er stiekem van alles bij en kan ik opeens wel jazz spelen. Maar dat is een soort van, nu kan ik daarin berusten en kan ik ook zeggen. En ik heb ook van in Amerikanen geleerd, vroeger praat ik met niemand. Want was ik zo stoer en dacht ik, ja, ik ga niet zwak hulp vragen. En nu praat ik met iedereen en weet je, heb ik eindelijk eens een paar mensen als gelijken waar ik dat soort onzekerheden mee kan bespreken, die dat ook allemaal hebben. En dan zeggen ze ook van, ja, maar ja, jammer, heb je slecht gespeeld? Ja, moet je morgen maar beter spelen. Je bent 21, je hebt met wereldsterren gespeeld. Je hebt de eerste cd uitgebracht, Sexuality. Groot succes. Hoe kom je daar dan ooit nog overheen in je latere carrière? Word je dan niet een slachtoffer van je eigen succes? Ja, natuurlijk. Dat was ik ook heel lang. Maar ja, hoe moet je dat navigeren? Ik had een soort on-Nederlands succes bijna ook. Want ik had in Nederland, wat je nu ook sterren over ziet struikelen. Maar ik had het ook nog eens in Amerika, in Engeland, in Japan, in weet je, ja... Het ging gewoon heel hard. Wat en, doet dat met jou persoonlijk? Nou, gelukkig met mijn karakter niet veel. Ik ben altijd diezelfde rare kind gebleven. Met half vrouw, half man, half brutaal, half verlegen. En dat blijft altijd. En mijn moeder was er heel goed bij om... En mijn opa en oma ook, waar ik heel veel mee... Die waren er altijd heel goed bij om mij met beide benen... Of ik denk dat ik nooit een diva heb kunnen worden. Omdat dat werd gewoon niet getolereerd. Ik moet nog steeds vechten. Ook omdat mijn moeder nog steeds mee is om... Ja, godverdomme jongens, ik heb niet eens een glaasje water. Moet ik weer van het podium aflopen, weet je. Een normale artiest, ja. En dan staat er gewoon... Mijn hele crew is ook al een beetje zo van... Ho, rustig maar hoor. We halen wel een flesje water. Maar ja, goed, die rennen nog een beetje omdat ik ze betaal, weet je. Maar mijn moeder staat daar dan... Die zegt...
je had toch een handdoekje, dat lag achter je. Ik zeg, ja, maar ik wil een handdoekje voor me, want dan kan ik niet... En er is nooit iemand die daar eens gezellig in meegaat, weet je. Mijn moeder houdt het altijd tegen. En ja, dat is alleen maar mijn redding geweest. En andere mensen hebben dat niet. Was ik me al heel jong van bewust. Dat ik maar funky, ik wilde maar funky muziek en ik speelde James Brown. En ik zei, funk you up. Maar ik was wel blank en uit Amsterdam. Eigenlijk, alle donkere muzikanten waar ik mee gewerkt heb, hebben me altijd omhelst, altijd maar. En ook, dan voelde ik me wel eens bezwaard. Zeiden ze, toch je kop, dat gaat, weet je, dat zeggen wij wel als wij dat vinden. Dat maak je ons ook nog, geef je ons ook nog een raar gevoel mee als je nu gaat over blank en zwart gaat zitten praten. Dus speel dan maar gewoon en doe je best. En als je goed speelt, mag je meedoen. Zo'n gevoel. En iemand heeft ooit gezegd van, oh, Amsterdam, oké. Okay. Waar apartheid vandaan komt. En was ik natuurlijk 17 en dacht ik wel van shit. Maar ja, dat zette me ook aan het denken. En toen dacht ik, ja, nee, het is ook godverdomme zo. En wij jatten ook alles wat los en vast zit. En alles wat ik doe, komt uit die muziek en is ook gejat. Alleen op het moment dat zij accepteren, denk ik van, nou, oké, okay, ze heeft wel ergens... Ze snapt het en ze doet het met respect, hoop ik. En heel vergevingsgezind. Ben ik geaccepteerd. En ja, dat is het mooiste voor mij. Als ik in Amerika op de smooth jazz crew speel, dan zeggen ze in Nederland allemaal smooth jazz. En een cruise, en daar speel je dan op. Ja, en dan weet je, diep in mijn hart denk ik, ja, daar sta ik voor ongeveer 2000 donkere mensen te spelen die mij geweldig vinden en die precies begrijpen waar elke noot vandaan komt. En niet te reageren op een slechte noot of een slecht getimed iets of een verkeerd geroepen, gillend, funky zinnetje. Want dan denk je, ja, sorry, daar ben jij niet. Maar alles wat wel echt is en wat echt goed is en wat uit mijn hart komt en wat ik toch geleend heb vanuit de kerk en van de rhythm and blues en de gospel en de jazz. Dan zitten ze zo en dan vinden ze dat mooi. En ja, dat is de ultieme acceptatie. En dat is natuurlijk het mooiste wat mij kan overkomen. En daar hebben mensen hier helemaal... Ja, een aantal mensen wel, maar de meeste mensen begrijpen er helemaal geen zak van. Over de toekomst, hoe lang je nog speelt, hoe je dan speelt. Ik denk dat ik altijd wel speel. Ik zie ook geen limiet. Ik denk wel eens een keer, soms als ik door Schiphol ren en weer voor de 88.000 keer mijn hele koffer moet uitpakken en weer moet rennen en mijn saxofoon flikkert op de grond en ik kom aan en ik heb maar 1 uurtje en ik moet weer spelen en er ook nog leuk uitzien en na afloop met al die mensen praten en het moet ook nog eens de beste jazz solo van de wereld zijn. Ja, dan soms denk ik van ik val nog eens een keer dood neer. Dat is wat anders, maar dan moet ik het maar rustiger gaan doen. Maar spelen is geen, ja, tot ik een kunstgebied heb, denk ik.